Oké, okay, welkom terug bij deel 15 van de Gran Turismo 7 Career Mode. We hebben het echt al een hele tijd niet meer gedaan. Het is precies 4 maanden geleden, 10 augustus, dat we de vorige keer zijn bezig geweest met deze menukaarten. Dus ja, sorry voor de lange pauze tussen de afleveringen. Maar we gaan dus weer verder met menukaart nummer 15 voor de Camaro collectie. We hebben daar eentje van. En verder moeten we dus nog de SS van 2016 en de ZL1 van 2018 toevoegen aan onze collectie. Alright. We zullen wel even gaan kijken wat we dan te doen hebben in de daadwerkelijke evenementen. En ook hebben we het 25-jarige jubileum, vandaar de luchtballon en het vuurwerk. En we gaan natuurlijk ook richting het nieuwe jaar. Waar we ook naartoe gaan zijn de wereldcircuits, om te kijken wat wij hier te doen hebben. Oké, okay. Blue Moon, Willow Springs en Northern Isle Speedway. Dit is natuurlijk die soort van oval. We kunnen wel daar beginnen, I guess. Van de American Sunday Cup 600. En waarvan is dit deel van? Oh, hier ben ik al een keer eerste geweest. Dat is van de normale Sunday Cup. Oh, dit zijn de enige twee, omdat we die andere al hebben natuurlijk. Anders zou waarschijnlijk... dan zal waarschijnlijk dit de andere zijn geweest, Daytona. Ja. Daar hebben we inderdaad dan die Camaro mee. Dan beginnen we wel gewoon bovenaan. Oké, we kunnen misschien even gaan kijken voor een nieuwe auto. We moeten dus onder de 600 blijven. Of volgens mij was het een aanbevolen PP trouwens. Dus we kunnen ook eventueel er iets overheen. Maar om ook weer onze collectie extra erg uit te breiden, kunnen we wel even kijken bij de tweedehands auto's. Ik vind het wel trouwens heel erg leuk eruit met al het vuurwerk en zo. Wat hebben we hier allemaal? We hebben trouwens qua geld 1 miljoen. Oh, dit scherm is wel erg fel zo in de avond. Moet het iets Amerikaans zijn of niet? Ik denk het wel, hè? Ja, was ik American, ja. We kunnen een Dodge Viper. Van 2006. Ja, zullen we die gaan nemen? Die kan vast wel. Laten we die doen. Ik wil alleen wel een ander kleurtje. Weet je, eigenlijk, ik vind die eigenlijk mooier, maar die is wel langzamer. Ik vind die leuker met die streep. Oké. Okay. Nice, collectie niveau 11. Oh, nice, Alpine Stars pak. Altijd goed. En dan kunnen we deze gaan uittesten op de... Hoe heet het ook weer? De Moonlight Speedway? Wat was het ook weer? Of de Blue Moon volgens mij. Ja, inderdaad. En hopelijk zijn we dan met onze Dodge Viper competitief genoeg. Het zal weer even wennen worden om sowieso natuurlijk de eerste meters op deze auto te rijden, maar ook de eerste meters op dit spel in een aantal maanden. Beetje een slider bij het uitkomen ook. Ik moet zeggen, ik hou wel echt van de physics in Gran Turismo 7. Hier buitenom.
bij Hendrix. Ik weet niet helemaal hoe deze baan loopt. En daar pakt ik ook al meteen een beetje gras mee. Oh, hier was ik erg laat in de remmen. Een beetje wijd, maar we houden het in ieder geval nog wel op het asfalt. Hier dan binnendoor voor P7. Oh, dan ga ik wel onderzoek helemaal het gras op. Het ideaal. Dan hier buitenom. Oh, deze keer overstuur ik de muur in. Ik had niet meer genoeg ruimte om dat te vangen. Erg slordig beginnen deze race. Hier kunnen we wel veel momenten pakken. Net genoeg ruimte hier om alvast op te klimmen naar plaats 6 aan het eind van ronde 1. Voorbij aan Acosta Felix. Nu achter Garrett Gentile. Hier een iets andere lijn en binnendoor. Ik verlies hem een klein beetje. Wel alvast op mijn plaats 4, dus op zich beginnen we wel redelijk goed naar voren te komen. De leider is wel redelijk ver weg, die Chiliës. Hoe noem je dat? Hoe noem je iemand uit Chili? Een Chiliaan? Geen idee. Anyway, we liggen nu wel op P2. Oh ja, dit is weer het harde rempunt. En ik mis hem deze keer nog erger dan de eerste ronde. Dat is eigenlijk wel heel erg. En dit kan ons kostbaar komen te staan ook. Duur komen te staan zelfs. Oh ja, deze lange doordraai die ook niet erg verwacht. Zoveel onderstuur, weer raak ik de muur. Kunnen we 4,9 seconden dichtrijden in de laatste ronde? Ik ben bang van niet. Die Nico Rubelaar is wel erg ver weg, maar we kunnen het proberen. Misschien dat het nog wel kan. Ja, we lopen heel erg in eigenlijk. We moeten gewoon geen fouten maken, dan kunnen we nog wel winnen. Ja, oké, okay, dat gaat toch beter dan ik dacht. Veel wheelspin vanuit de tweede versnelling. Nu moet ik weer even de rempunt zien te vinden. Wat de vorige ons niet lukt, ik neem het nu maar ietsje behoedzamer. We hebben nog even de tijd. Oh, zo weinig bite in de voorkant. Hier die dubbele doordraaien weer. Met een iets krappere lijn. Daar kom ik wel wijd uit. Oh, dit kost me misschien wel. We moeten een hele goede run hier door de laatste bocht heen pakken. Want dit is eigenlijk de laatste bocht nu gewoon. Misschien de slipstream gebruiken. Kan dit nog? Ik denk het wel. Buitenom. Oh, slide. Maar we hebben het. En dat is genoeg voor de overwinning in de eerste race hier van de American 600 Cup hier op de Blue Moon Speedway. 360 na de finish. En ik ben nog even gebeukt van achter in stijl. Nice. Toch nog gelukt. Een 17e voorsprong uiteindelijk. Oké. Okay. Dat is één van de drie. En daarmee de eerste Camaro. Mooi ding. Dat vind ik echt wel een vet ding hoor. Die zit al één van, of zit al één van 2018. En dan kunnen we die ook meteen gaan gebruiken voor de volgende race.
Eigenlijk had ik ook nog die oude Camaro kunnen inzetten. Ik was even vergeten dat ik die ook nog had. Maar goed, die Dodge Viper die heeft ons wel naar de overwinning gebracht. Wat anders misschien niet was gelukt. Dan kunnen wij nu naar Willow Springs. Ik heb natuurlijk ook al die gele. Heb ik daar wel eens in gereden? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval gaan we nu in deze modernere. En die zal natuurlijk nog een stukje beter zijn. En misschien dat deze wel een beetje OP is ook. We kunnen ook eerst die 2016 Camaro bemachtigen. Dat kunnen we ook doen. Maar waarvoor krijg je. Oh, dat is natuurlijk deze. Ja, daarvoor moeten we deze natuurlijk doen. Ja, dus ik moet deze sowieso doen. Oké. En die andere Camaro, dat was natuurlijk van 69. Ja, die is dan te langzaam, denk ik. We doen het wel gewoon met de nieuwe. Willow Springs kan best wel een uitdagende baan zijn, maar ik denk dat we nu met deze auto wel echt deze makkelijk zouden moeten kunnen winnen eigenlijk. Aangezien we zelfs boven de aanbevolen limiet zitten van 600. Maar goed, het is toegestaan, dus het is legaal. Nou, als je een snelle auto mag hebben, dan neem je maar een snelle auto, toch? En ik ben waarschijnlijk toch wel een beetje noob, dus dat compenseert er weer voor. Ja, ik vind het wel echt een fijn ding. Klinkt ook wel leuk. Ja, rijdt goed. Veel grip aan de voorkant. Meer dan net. Ja, rijdt echt lekker eigenlijk meteen. Voelt ook het gewicht goed. Stuurt lekker. Oh, wel een beetje overstuur. Zo, oké. Weet je dat ook weer? Oké, ja, natuurlijk wel ook redelijk wat vermogen. Daarom zit ik een beetje wijd. Hier binnendoor bij drie anderen. Of was het P4? Ja, dit wordt wel een makkelijke race, denk ik. Voorbij aan Felix. We hebben een top 3. Nog voordat de eerste ronde voltooid is. Voor deze lange laatste bocht. Oh, dan ga ik hier wel wijd. Moet ik niet te veel snelheid meenemen. Oké. Weer een hele erge slide. Hele soortige eerste bocht. Ik miste ook de apex. Moet iets voorzichtig zijn met mijn rechtervoet. Ja, glijdt wel lekker in de achterkant. Maar goed, we hebben nog 1,5 honderd te gaan, dus dit moet makkelijk lukken. Ik hoef hier niet heel gehaast voorbij. Goeie exit. Nou, toch net niet. Dit is weer Riepler met wie we dat gevecht hadden voor de leiding in de vorige race. Nu dan ook naar de leiding in deze race. We hebben nu nog 1 ronde om het af te maken. Oh, dan moet ik niet dit soort dingen gaan doen. Dit is erg zonde. Dit is heel zonde. En dit gaat dus waarschijnlijk gewoon het kosten. Wauw. We moeten nog proberen hier een top 3 uit te halen. Maar zelfs dat wordt hem denk ik niet meer. Ik ben hem echt compleet kwijt. Ja, dat moeten we even opnieuw gaan doen. Ja, dat was erg onnodig. Oké, we moeten dan toch eventjes een keertje opnieuw doen, omdat ik hem compleet verloor in de laatste bocht net. Ik overcorrigeerde en op het zand hadden we geen kans meer om daar makkelijk en snel uit te komen. En we hebben natuurlijk een top 3 nodig. Maar goed, we hebben gewoon makkelijk de pace. Ik hoef eigenlijk helemaal geen risico te nemen.
Maar soms is het verleidelijk om gewoon een beetje gas te geven en de auto zo te laten glijden, zoals we nu ook weer doen. Het is niet de snelste manier. En ook een beetje riskant, maar het is wel leuk. Dus ik blijf het gewoon doen. Ik denk dat ik nu wel ongeveer weet waar de grens is, zeg maar. Waar ik er net even overheen ging. En daar ging ik ook eventjes over de rand van de baan. Oké, weer het groepje van drie. Ik ben er door bij die Mustang lukt net niet. Oh, weer verlies ik hem hier. Oh, dankjewel. Ik word wel even rechtgezet. Ah, dat redde me daar, zeg. Dank je. Maar dat is wel cool dat ik zo om me heen kan kijken. Dat kan ik normaal niet in race games. Dat joystickje, dat werkt extra compleet verpest hier. Het is toch niet zo heel erg smooth. Het is heel gevoelig. Maar wel cool op zich. Anyway, niet mezelf te erg laten afleiden. Ik wou dat ik die joystick kon gebruiken in andere games. Maar het werkt alleen in Gran Turismo. Grappige lijn hier. Oh, net genoeg ruimte aan de binnenkant. Oh, maar dan glij ik hem wel eruit. Nog steeds zij aan zij hier dan. Ben ik een beetje ingebokst buitenom bij die gele Camaro SS. Die we hiermee gaan winnen als het goed is. En met een beetje geglist zijn we er nu alweer langs voor P3. Oh, zelfs daar breekt hij nog uit. Een derde versnelling. Oké, P2. Oké, nu hier geen gekke dingen doen. Naar de leiding. Ik ga dat gewoon echt heel voorzichtig doen. Wij hoeven gewoon geen risico te nemen hier. Ik ga echt super langzaam, maar goed. Weet je wat niet doen wat ik net deed op dit punt. Oké. We beginnen nu in de laatste ronde. Ik remde iets te laat. Even over het zand. Bij de lijn hier. Gelukkig net niet het zand op daar. Want als je natuurlijk helemaal opkomt, dan kom je er niet zo makkelijk meer vanaf. Haha, mooi. Oh, hij heeft geleden nog iets langer door dan ik had verwacht. Dat is niet helemaal ideaal met het aanremmen voor deze. Oké, dat was niet handig. Ja, nice, de overwinning weggegooid. Oh, kijk eens of we met elkaar weg zijn. Ah, oh, jammer dat we niet nog een ronde hebben. Oh god, nee. Dit gaat ons bij 3 kosten. Waar de fuck ben ik? In de pits. Oh mijn god. Ja, dit is echt zonde van de tijd. Oh mijn god. Ik moet het nog een keer doen. Teleurstellend. Derde keer scheepsrechten, maar ik had dat echt niet verwacht. Het is zo verleidelijk om te pushen en te sliden, maar het is zo erg niet nodig.
Oh, dat was smooth. Mooi weer door bij die oude Corvette. Laat het gewoon mooi zacht en vloeiend doen nu. Want deze auto wordt best wel snel erg fel als je net iets te hard bent met je inputs. Mooi, twee wielen nog op het asfalt daar, ik vind het legaal. Oh nee, daar was ik al bang voor. Je raakt het gras of het zand en je wordt helemaal naar buiten getrokken. Maar niet het einde van de wereld, dit kan nog wel. Kijk eens die slipstream. En natuurlijk de extra pk's die we hebben. Beetje sketchy ook daar. Oké, voorbij aan Gentile in 2015 Mustang. Om hier in het doordraaier P2. Alright, laatste ronde. Alleen nog Brown voor ons. In de DeLorean. Kijk die overspeed, we hebben een veel snellere auto. Oké. Ideaal. Weer net het zand geraakt, omdat ik net iets te veel start meenam. En die naar buiten toe driften. Drip lijkt je kwijt, maar gelukkig niet zo heel veel tijd. Dit kan nog makkelijk. Ja, kijk ze ook sliden. Ik blijf gewoon nog even achter. Daar gaat de deur een beetje dicht. Dan hier langs. Gelukkig was daar wel de ruimte. Alright, eindelijk hebben we het in de derde poging, maar het is nu wel de overwinning hier op Willow Springs. Alright, daarmee hebben we dan de 2016 Camaro. En daarmee hebben wij ze alle drie, want die andere hadden we al natuurlijk.
Nu is er misschien nog een race die we dan open hebben staan, waar ik dan nog geen race heb gedaan. Dan kan ik die nog eventueel ook doen als afsluiter. Want hij verwijst me natuurlijk wel terug naar het café. Maar anders. Deze heb ik al gedaan, heb ik al gedaan, heb ik al gedaan. Dan was het deze, Daytona. Nou, weet je wat? Aangezien, ook al hebben we deze auto al. Ik ga hem gewoon nog doen. Dan hebben we die ook gedaan. Dan kunnen we meteen ook de gele Camaro uittesten. Op de Daytona Trioval. Deze auto geeft me een beetje herinneringen naar Real Racing 2, waar ik deze auto had in het zilver. Zilvergrijs, en die gebruik ik echt heel erg vaak. Dus ik associeer gewoon de Chevrolet Camaro met Real Racing 2, for some reason. En ja, ik weet de reason, omdat ik dat gewoon veel speelde vroeger. Echt een leuke game. Op mijn iPad Mini, goede tijden. Lang geleden, 10 jaar geleden ongeveer, als het niet meer is. Hij ligt wel makkelijk zo. Gelukkig is deze auto ook redelijk snel. Deze lijkt heel erg op die andere trouwens, ook qua interieur. Vet op vliegtuig opstijgt daar. Kijk die slipstream. Ja, dit wordt een hele makkelijke race. Gewoon vol gas. Met een veel snellere auto. Hier kan ik niet zoveel verpesten, denk ik. Famous last words. Zou het 6-cijfer zijn? Nee, hè? Eigenlijk niet. 5 is beter. Alhoewel, die voorste is wel redelijk snel. Ja, de net P3 wordt eigenlijk, we lopen niet zo erg in. Ze zijn toch iets te langzaam. Oké, okay, helaas is P1 net wat te snel. We kunnen nog wel tweede worden. Dit is natuurlijk de laatste bocht. Maar onze auto is dan net niet snel genoeg om ook nog de leider te kunnen catchen. We hadden nog een paar rondes extra voor nodig gehad. Buitenom bij onze merkgenoot en typegenoot en kleurgenoot. Hij is in een identieke auto. Daar komen we toch nog 3,4 seconden tekort. Mooi over het infield heen. Nice, kijk, dat is nou een finish in stijl. Een 360 over het gras. Oké, P2, prima. We hadden natuurlijk deze auto toch al. En een top 3 is sowieso goed genoeg. Can't win them all. Ah, wel nog 50% bonus. En dan hebben we nu deze auto dubbel. Dan kunnen we die andere misschien verkopen, denk ik. Want dat is ook tegenwoordig een ding. Dus dat is ook weer. Een extra mooi meegenomen dingetje. Voor de extra cash. Oké, dan was dat het voor deel 15 van de GT7 Career Mode. En voor menukaart 15 kunnen we alvast even gaan spieken wat dan de volgende zal zijn. Hoeveel waren er ook alweer? Iets van 30 of zo? Ik weet niet hoeveel er nog zijn. Want daarna kunnen we natuurlijk ook echt met de missies gaan beginnen. We hadden ook natuurlijk in de vorige aflevering de eerste missierace gedaan.
Maar daar ben ik wel erg benieuwd naar. Maar ik heb geen idee hoe lang deze queer-series er zijn. Want ik heb eigenlijk geen idee of het allemaal in het spel zit. Maar er zal waarschijnlijk ook nog van alles worden toegevoegd. Maar waarschijnlijk wordt het wel een lange serie. Aangezien dit spel ook nog waarschijnlijk heel erg lang de nieuwste GT 7 games zal zijn. Of GT game. Want als ik het nu zou moeten inschatten, denk ik dat GT 8 er gaat uitkomen in 2028 of zo. Dat gok ik nu. 2028. Dan kom ik altijd maar 8. Dan zijn we nog wel even. Damn, ik ben 27 dan. Ik ben er nog 21. Hoe zou mijn leven dan zijn? Only time will tell. Dankjewel. Oké. Okay. Geluksvuizer. Nou, vertel me wat Luca. Ja, de tijd tussen Mustang en Camaro. Ja, deze ziet er wel netjes uit. Echt geschreven muziek. Ik ben best wel moe. Het is laat. Ik wil naar bed. Kijk, mooi interieur. Het is modern, voor 2006. Kijk eens, je hebt wel zelfs die apps en zo. Terwijl de bijzonder is een iPhone in deze tijd. Dat lijkt wel een beetje op zoiets qua interface, een soort van Apple CarPlay. Ik hou ervan dat die knipperlicht op de beat knipperen. Nu niet meer. Net in het begin even wel. Oh, menukaart 16. Daar kan ik wel. Zet je uit op de foto en escapes. Ja, dat is 1 seconde werk. Oké. Maar kijk, dit is jammer, want kijk, ik ga natuurlijk geen aparte video voor doen. Dat is dan een video van 1 minuut. Maar nu is niet meer de video- en menukaartgetal oplijnend. Goede Nederlandse zin ook. Nu klopt het niet meer. Oh, ik moet echt in bed. Je kan rechtsboven zien hoe laat het is. Maar ja, dit krijg je als je zo druk hebt. Heb je overdag geen tijd. Escapes, waar hebben we dat? Escapes, daar. Nou, wat gaan we op de foto zetten? Mijn eerste escapes. Maak je eerste foto. 5 locaties. Kies een die je leuk vindt. Oké. Oh. Ik vind het wel vet. Ocean Road. Oh, je zag de locatie erbij natuurlijk.
Oké. 200. Nee. Ja. Zie je toch niet? Ja, helemaal mooi. Oh, nog één. Nou, doe maar zo'n Camaro erbij. Hier zo. Dan een beetje een andere hoek. Hoe doen we dat? Ah, zo. Even kijken, dan doen we die een beetje op een realistische manier. Een beetje zo met de bocht meegaand. Ja. Ja, die gaat ook 200. En stuurhoek klein beetje. Hoe gaat het nou? Ja. Doe maar zoiets. Yes. Camera. Oké, dank je. Maak foto. Wel cool. Ja, zeker mooi. Zeker vet. Ik denk niet dat die Camaro die vraag kan bijhouden, hoor. Ja, misschien is die vraag een beetje inhoud. Wel leuk voor de foto. Ja, wel vet die shutter speed ook. Hele vette shot. Oké, we hebben in ieder geval een foto gemaakt, dus helemaal goed. Dankjewel. Wat hebben we hier allemaal? Kijk eens. Wel vet hoor, al die scapes. Heel vet. Ik hou eigenlijk hier wel van. Ik moet er meer mee doen eigenlijk. Echt veel. Manhattan. I've been there. Jammer dat er geen. Oh, Berlijn is er wel. Daar ben ik ook natuurlijk geweest. Voor een tijdje hebben ze zelfs gewoond, kind of. Jammer dat er geen Amsterdam is of zo. Maar ja, kan niet alles hebben. Ja, lekker tevreden. Ik zal hem wel op mijn simracing Insta zetten. Zeker. Ah, een beloning. Trail Mountain, dankjewel. Volgende keer doen we de Trail Mountain Cup. Dat doen we in deel 16. Anyway, thanks voor het kijken. Nog een fijne dag of nacht. Whenever you're watching. En tot later. Mazzel.